Goedendag kijkers en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In deze aflevering gaan we het hebben over de innovatie van de financiële dienstverlening. En een onderdeel daarvan is MOPAY. Wij gaan hierbij een gesprek hebben met mevrouw Teersa Keizer. Zij is supervisor van Digital Channels van de Hagrim Bank. Ja, mevrouw Keizer, welkom in de studio en welkom in gesprek met. Thank you, mevrouw Goudland. En ook bedankt voor deze opportunity die wij krijgen. Helemaal. De Hagrim Bank heeft eind vorig maand haar 85-jarig bestaan mogen herdenken. En daarbij hebben jullie ook een ander product, ik zal niet zeggen nieuw, ik zal zeggen een ander product gelanceerd. En dat is de MOPAY 2.0. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om MOPAY 2.0 te introduceren? Oké, MOPAY is in eerste instantie ontwikkeld om de klant dus betaalgemak te bieden. En natuurlijk is dus daarbij ook die experience van de customer, van de klant. De customer experience is heel belangrijk. Dus MOPAY is in ontwikkeling. En we zijn nog niet uitgeïnnoveerd. Dus ook als u naar het plaatje hierachter kijkt, ik weet niet of het te zien is, maar kun je zien dat MOPAY is loading. Dus dat wil zeggen, we gaan door met innoveren. Inmiddels is MOPAY getransformeerd tot echt een volwaardige betaalrekening. Dat is dus met MOPAY 2.0 gebeurd. Behalve de bestaande bekende features van MOPAY kun je dus nu betalen, overmaken vanuit elke lokale bankrekening naar MOPAY en andersom van MOPAY naar elke lokale bankrekening in Suriname. Oké, dus dat kan nu ook? Ja, dat kan nu ook. En ja, voor de kijkers die al MOPAY hebben en nog niet weten hoe dat moet, hè, want het is eigenlijk vrij simpel, maar goed, de app heeft een nieuwe look, dus je moet het ook weten en uiteraard gaan wij dat ook communiceren. Maar in de app kun je dus kiezen voor make payment en je kunt dan kiezen om een payment te doen naar een bankrekening. Je kiest dan de bank, er is een overzicht, een lijst met alle banken in Suriname opgesomd. Je kiest de bank, je vult het rekeningnummer in en er wordt dan een betaling gedaan naar dat bankrekeningnummer. Uiteraard ook de tenaamstelling van de rekening, zoals die bekend is bij de bank. Uh-huh. En wil je betalen naar een mobiel nummer, naar een ander MOPAY wallet, dan kies je betalen naar een mobiel nummer. Je vult het mobiel nummer in of je kiest een contact uit je lijst. Uh-huh. Dus dat is ten aanzien van de nieuwe features van MOPAY. Daarnaast is MOPAY, ik gaf het al aan, het is een betaalrekening plus. En het plus karakter zit met name ook in de andere features. Hè? Dus wallet-to-wallet betalen. Uh-huh. Dat heb ik net uitgelegd. Je kunt een contact kiezen uit je telefoonlijst of je vult een nummer in. Maar je kunt ook een betaalverzoek sturen. Stel nou dat wij ergens op stap zijn geweest en we hebben de rekening gedeeld. Jij moet mij nog betalen. Ik stuur jou een betaalverzoek via social media. En dus ik kan kiezen, ik deel dat verzoek via WhatsApp, via Facebook, via sms, noem maar op. Oké. Ja, en jij, het enige wat jij hoeft te doen is het verzoek accepteren en hij brengt je naar jouw MOPAY, er is betaald. Heb je geen MOPAY, dan geeft hij een push om MOPAY meteen te downloaden vanuit de Google Play Store of de App Store. Want dat zou een vraag zijn. Want ja. Hoe staat het dan met als iemand anders dan geen MOPAY heeft? Dus het is dan gewoon makkelijk te downloaden vanuit de App Store of vanuit Google Play Store. Google Play. Yes, indeed. En dan heb je natuurlijk ook nog de online betaalfeature. En we hebben een e-commerce platform. Je vroeg mij in ons voorgesprek even over. Dat is hoppa.sr. En je kunt op hoppa.sr kun je eigenlijk van alles kopen. En je kunt dus onder andere betalen met MOPAY. En zelf vind ik die feature online betalen very, very sexy. Ik kan niet op een ander woord komen.
Ja, want die QR-code, een unieke QR-code wordt gegenereerd. Dus voor die betreffende payment die je moet doen, laat zeggen 100 SRD. Mm-hmm. Hij wordt gegenereerd, je ziet hem op het scherm, je monitor van je computer of laptop. Het enige wat je hoeft te doen is jouw Mopay wallet openen, de scan-button openen en scannen van het scherm. En er is betaald. Instant real-time. Dus je hoeft daar niets in te gaan toetsen op je telefoon om aan te geven van betaal naar zo'n bedrijf? Nee, absolutely not. Dus we encourage je ook mensen die een website hebben, die een app hebben. Hè, vraag de documentatie bij ons aan. Neem contact met ons op. En we begeleiden je dan verder in het proces. En je kunt dan Mopay integreren op je website of in je app. Uh-huh. En dus we hebben ook gezien in deze nieuwe situatie dat mensen heel graag liever op afstand betalen. Willen niet hun huis uit willen om bepaalde shoppings te doen. Nou, als dat online kan en je kan dat ook nog, je hebt een makkelijke betaalmethode, Mopay, dan Idee City. Ja, sowieso. Want vooral hoe we nu in de pandemie terecht zitten, heb je ook mensen die niet al te lang als ze ready steady iets nodig hebben. Wat is de snelste manier om jouw Mopay wallet dan op te waarderen? Is het dat je dan per se een Hakre bankrekening moet hebben? Want de meeste mensen hebben Hakre bank, VCB, Finabank, DSB en RBC. Wat is dan de transactieperiode dat mensen moeten wachten als je moet overmaken vanuit de andere bank? Oké, hele goede vraag. En deze vraag krijgen we ook vaker. De snelste manier is nu nog gaan, maar ja, dan moet je wel je huis uit willen of toevallig op straat zijn, naar een Hakrimbank ATM. En dan kun je je wallet opwaarderen hè, en dat kan vanuit elke bankrekening. Je voert je pinpas in, je toetst je pincode in, je voert als eerste het mobiele nummer in en daarna het bedrag. En die opwaardering krijg je dan binnen maximaal 45 minuten in je wallet. Okay. Dus dat is voor nu nog de snelste manier. Maar zoals ik al aangaf in het begin, kun je dus nu vanuit elke bankrekening direct ook betalen of zo je wil opwaarderen naar Mopay. En ja, ben je van een andere bank dan de Hakrimbank, zit je bij een andere bank dan bij de Hakrimbank? Dat kan, het kan. Alleen gaat die betaling dan over het welbekende SNAPS-netwerk, Suriname National Electronic Payment System. Dat is ook voor een normale bankovermaking van één lokale bank naar een andere lokale bank. Dat duurt dan 2 tot 3 werkdagen. Oh. Dus hetzelfde geldt voor Mopay, voordat je het in je wallet hebt bijgeschreven. Okay. Zit je bij de Hakrimbank, dan gebeurt het binnen 1 werkdag. Oh, dus het gebeurt ook niet direct? Nee, it's not real time, nog niet. Maar daarom zeg ik, Mopay is still loading. En dat wil iedereen. Dus de customer experience is heel belangrijk. Daar doen we het voor. Dus that's the next step. Oké. Dus nogmaals, kijkers, heeft het gehoord. De snelste manier om uw Mopay op te waarderen is gewoon naar Hakrimbank ATM te gaan. Ja. Maakt niet uit welke pinpas je hebt. Gewoon intoetsen, je telefoonnummer, zolang je dat kent. En oké, dat is heel handig. Exactly, super heel handig. Maar wat ik ook heb gemerkt, oké, dit hebben we niet echt helemaal groot kunnen maken. Maar zoals je ook ziet, een van de nieuwe versies of nieuwe edities van Mopay 2.0 is de debit card. Ja, heel want goed. Mensen vragen zich af, oké, het is geen creditcard, want het is een verschil. Je hoort het, credit, debit. Wat houdt dan de Mopay debit card in? Ja. Ik moest die stap moest ik nog bespreken, so thank you. Nu kun je dus in de vernieuwde Mopay app kun je dus een Mopay debitkaart aanvragen. Het is de werking en ook wat je ermee kan, hè? Dus ten aanzien van wat de klant ermee kan, is hetzelfde als met een normale pinpas, een normale debitkaart. En ja, dit is misschien interessant. Ik zeg misschien. We weten zeker dat dit onder andere interessant is voor mensen die nog geen pinpas hebben. Uh-huh. Om een voorbeeld te geven. U zou dus, als u kinderen heeft of een nicht of een neef, zou u in uw Mopay-app zou u zo een Mopay-debitkaart kunnen aanvragen voor ze.
En dan wordt die kaart, stel nou dat ze nog geen studentenrekening kunnen aanvragen, de leeftijd nog niet hebben bereikt. Dus 13, 14, 15 jaar. Precies. Okay. En dan kunt u ze een pas geven die u voedt vanuit uw MOPE-app. Uh-huh. En dan kunnen ze daarmee postbetalingen doen. Dus als ze bij een winkel gaan en de winkel heeft een postapparaat. Precies. Okay. En ze kunnen pinnen bij elke ATM. En hetzelfde geldt voor mensen die bijvoorbeeld werkgevers die hun medewerkers moeten betalen, die nog geen pinpas hebben, die medewerkers dan. Nou, die kunnen dan ook, de bank contacten en dit aanvragen. En maar ook in principe iedereen die de MOPE-app heeft, kan in de app de MOPE-debitkaart aanvragen. Okay. En sommige mensen vinden het gewoon prettig om een extra debitkaart te hebben, een extra pinpas voor andere doeleinden, ook al hebben ze al een pinpas. Het is dus voor iedereen en dat vraag je in de app aan. Oké, en ik denk dat de interessantste vraag hier is, hoeveel debitkaarten kan je aanvragen? Want als iemand bij wijze van spreken 4 of 3 tienerkinderen heeft en die wilt aangeven van oké, ik geef liever geen giraal geld. Ik bedoel chartaal geld aan mijn kind en ze hebben liever hun geld giraal. Hoeveel debitkaarten kan, laten we zeggen ik heb mijn dochter en 2 nichtjes bij wijze van spreken, hoeveel debitkaarten kan ik via mijn MOPE-wallet aanvragen? Oké, dus in de app, digitaal, kunt u nu nog 1 aanvragen. Maar inderdaad werken we aan een uitbreiding. Hè, want iemand zei ook van, dit is dan gericht op een bepaalde doelgroep waar je maar 1 kind mag. Maar dat is dus niet de bedoeling. Zo net zeggen, China. Ja, toch? Ha, ik wilde het niet zeggen, maar oké. Toch? Dus we werken aan een uitbreiding daarvan. Mm-hmm. En zoals ik aangaf, kan een werkgever voor zijn medewerkers meerdere passen aan. Dus voor een grotere groep. Dus voor zijn medewerkers passen aanvragen. Maar dan doet hij dat niet in de app. Dan neemt hij contact op met de bank. We hebben ook een e-mailadres wat wij daarbij communiceren. Via onze kanalen info@mope.sr. Of hij neemt contact op met zijn relationship manager of relationship officer die hij heeft bij onze bank. Uh-huh. Vertel ook even, hoe geschiet de aanvraag van die MOPE-debitkaart? Want dat is wat je zei, mensen willen niet uit de huis. Hoe geschiet dat nu? Want toevallig heb ik die MOPE-app ook en ik heb het ook aangevraagd. En er stond aangegeven, het wordt thuis geleverd. Hoe staat het als ik aan het werk ben? Ja, dus u krijgt de gelegenheid om afspraakmomenten te maken. Dus u wordt daarvoor teruggebeld. Er wordt contact met u opgenomen. Uit veiligheid is besloten om het adres, zoals in MOPE aangegeven door de klant zelf, om dat adres over te nemen. Uh-huh. Want dan weten we ook dat het juiste adres is. Dus wij vragen ook echt aan de klant, controleer of het adres nog valide is, voordat je dus die debitkaart aanvraagt. En er wordt sowieso contact met je opgenomen vanuit de bank om een afspraak te maken voor bezorging. Helemaal. En met deze upgrade en met deze extra tweaks, om het zo te zeggen, is MOPE populairder geworden? Vooral onder de bedrijven, om het zo te zeggen? Ja, we zien ook echt een toename in het aantal downloads vanuit de klant. En heel veel aanvragen, hè, ook met name gericht op de debitkaart. En de bedrijven komen wij ook hierin tegemoet. Hè, want kijk, in eerste instantie was het nodig om bijvoorbeeld de winkelier als voorbeeld aan te halen, dat de winkelier altijd een smartphone heeft met de app geïnstalleerd. Okay. En nu kunnen ook klanten met een MOPE-debitkaart betalen bij die winkelier die dat willen. Dus er worden ook veel meer opties gecreëerd voor de bedrijven, voor de merchants, dat hun klanten hun kunnen betalen. Toch? Uh-huh. Veel meer betaalmogelijkheden voor hun. Dus we denken niet alleen aan de customer, de consumer, maar inderdaad ook aan de bedrijven. Helemaal. Maar een ander interessante invalshoek is, apps, wallets zijn meer een jeugdige ding. Mensen onder de 40, ietsje over de 50. Want je hebt ook mensen die vinden, is een beetje te veel werk, ik moet te veel onthouden. Wat is de overbrugging naar die groep toe?
Want laten we zeggen, vooral de mensen die een Hagerenbank rekening zelf hebben, kunnen en ze maken geen gebruik van internetbanking. En het zijn mensen die old-fashioned zijn. Ze willen graag naar de bank. Ze gaan wel een afspraak maken. Ze gaan hun kinderen vragen afspraak te maken. Kunnen zij dan via, als ze zelfs in de bank stappen, zo ook een extra debitkaart aanvragen, maar ondanks ze geen MoPay wallet hebben? Kan zoiets wel? Nou, dat zou dus als ze al een bankrekening hebben, dan een reguliere pinpas aanvragen. Dus dat kan nog altijd. Hè? Dus de normale dienstverlening gaat gewoon door. Want inderdaad, er zijn mensen die geen smartphone hebben, alhoewel de statistieken wijzen uit, hè, dat de gemiddelde Surinamer 2 smartphones heeft, of gemiddeld heeft elke Surinamer 2 smartphones, dat is het. Okay. Dus, maar goed, je hebt gelijk, er zijn nog steeds oudere mensen die geen smartphone hebben, of een smartphone en geen internet, niet weten om te gaan met de app. Ja, die zijn altijd nog welkom op onze kantoren. Maar met MoPay zorgen wij of bieden wij de klant meer betaalgemak en inderdaad digitaal betalen. En uiteraard is er net zoals je zegt dus wel een groep die dit kan en wenst te gebruiken. Waardoor je ook in de bankhallen minder drukte hebt. Hè. Dus dat gezegd hebbende, ik moest overigens nog één interessante feature belichten. Dat heeft niet direct met MoPay te maken, maar wel met het activeren van pinpassen en in dit geval dan de MoPay debitkaart. Okay. Dus wanneer jij straks, want je hebt aangegeven dat je één hebt aangevraagd, ja. Op een gegeven moment ga je dan een voorlopige pinmailer krijgen, zo'n pincode. En je kunt daar uiteindelijk, ga je dan bij een Hagerenbank ATM zelf. Dus dat hoeft dat ook niet meer op een kantoor bij een Hagerenbank medewerker. Maar jij zelf gaat dan je pinpas activeren bij een Hagerenbank ATM. Okay. Dat is ook een nieuwe dienst die wij bieden. En als je zegt zelf je ATM-kaart activeren, hoe geschiet dat? Wanneer je pinmailer thuis hebt gehad met je debitkaart, en daarmee dan moet je gewoon naar de desbijzijnde Hagerenbank ATM, wat zijn de stappen? Die stappen staan in een brief. Je krijgt een begeleidende brief. Maar dus het is heel, heel simpel, heel laagdrempelig. En je krijgt dan, wanneer je daarvoor die ATM staat, de mogelijkheid om je eigen unieke viercijferige pincode in te toetsen, te kiezen. Okay. En hoe staat het dan als bij wijze van spreken je debitkaart kwijt bent? Wat zijn daarbij de procedures? Want je kan van alles en nog wat hebben, of het is gestolen. Is het ook een mogelijkheid om het in de app te blokkeren? Of moet je alles doen via een klantenservice van de Hagerenbank? Ja. Hou me ten goede, maar we gaan denk ik zo uit het hoofd ook naar de mogelijkheid om het in de app te blokkeren. De procedure is nu conform de huidige procedure voor het blokkeren van pinpassen. Er staat een nummer op dat je moet bellen bij Lost and Stolen en je pinpas wordt meteen geblokkeerd. Dus conform de huidige procedure voor het, want het is net een normale pinpas. Dus hetzelfde Precies. geldt voor de MoPay debitkaart. Ja. Oké, want het zijn allemaal interessante features en vooral mensen die ervoor zorgen dat de bankrij is een beetje te druk. Dus ik wil het anders doen. Dus laten we hopen dat de Hagerenbank al zo ver is dat je 2 of 3 debitkaarts kan aanvragen. Of laten we zeggen, als een gezin, vader en een moeder en zij elk 1 debitkaart aanvragen, mogen zij die wel aan hun kinderen geven omdat zij het kunnen controleren in die app. Wat allemaal de transacties zijn. Kan dat wel trouwens? Ja, dat kan. Dus dat is het mooie ervan. Dus zullen een heleboel kinderen niet leuk vinden. Maar een heleboel ouders vinden dit wel leuk, toch? Want dan kunnen ze allowance, hoe zeg je dat weer? Zakgeld. Precies. Kunnen ze dan monitoren. En weet je, het is heel goed voor budgetmanagement en dat kan in de app. En als vader een eigen bankrekening heeft en moeder een eigen bankrekening, nou, dan kan vader inderdaad aan 1 kind, kan hij zo'n MoPay-debitkaart geven. Die voedt hij dan vanuit zijn app en zijn app wordt gevoed vanuit zijn bankrekening. Mm-hmm. En bij moeder dan precies hetzelfde.
voor dat andere kind. Helemaal. Want waarom Moppie, ik denk, nu ook veel handiger is geworden, is doordat jullie ook gewoon met alle andere banken gewoon samenwerken. Want eerst was het alleen, toen jullie hadden gelanceerd, was het een Hakerinbank. En dan pas volgens mij na een poosje, kon je via een andere rekening overmaken naar die Moppie-app. Nee. Je kon wel altijd vanuit elke bank overmaken naar Moppie. Alleen zit er inderdaad een tussenrekening tussen, toch? Ik weet niet of je dat bedoelt, want in die app is er een rekeningnummer van de Hakerinbank aangegeven. Dus je moet nog steeds, en dat is nog steeds zo hoor, dat je gaat naar jouw mobile banking app van jouw bank of je internetbanking applicatie van jouw bank. En dan doe je de overmaking naar Moppie. En dat rekeningnummer dat je daarbij gebruikt is inderdaad wel een Hakerinbank rekeningnummer. Maar wat in beginsel zo was, is dat je maar vanuit één rekeningnummer Moppie kon opwaarderen. Je gekoppelde bankrekeningnummer. En nu kun je dus vanuit elke bankrekeningnummer kun je dan betalen of overmaken naar Moppie. Want ik weet nog, in die app staat aangegeven dat je je rekeningnummer kan linken. Ja. Aan je Moppie. Ja. Is het nog steeds in die app, want ik heb de app nog niet verder uitgeraven. Ja. Is het nog steeds zo dat je één rekeningnummer, want je hebt mensen die een giro- en een spaarrekening hebben. Is het nog steeds hetzelfde dat je één bankrekening maar kan linken? Nee, dus dat is het verschil. Dat is het mooie en dat houdt dus een van die nieuwe features in. Dat je geen bankrekening meer hoeft te linken. Dat moet wel echt duidelijk zijn. Voor de kijkers, je hoeft geen bankrekening meer te linken. Je gaat, wat ik in het begin heb verteld, je vult het bankrekeningnummer in. Vanuit waar je dus geld wil overmaken naar Moppie. Mm-hmm. En je kiest de bank. En dat kan dus any bank in Suriname zijn. En het kan any bankrekeningnummer zijn. Je hoeft geen bankrekening meer te linken. Oké, prima. Dus er was even een vraag, want het is me net even ontglipt. Dat over, je hoeft niet te linken. En hoe staat het nou met de, laat me niet zeggen aftershale, maar hebben jullie wel een continue klantenservice waarbij mensen wel, of is er een bepaalde chat beschikbaar als mensen vastzitten? Ja, we hebben sowieso het Hakerinbank Customer Contact Center. En dat telefoonnummer wordt ook overal gecommuniceerd, het e-mailadres. We hebben een Moppie Facebook page. Mensen kunnen dus ook via Messenger berichten sturen. Die berichten worden ook beantwoord. En ja, er zijn ook nog mensen die via de Hakerinbank Facebook page berichten sturen ten aanzien van Moppie. Dus we hebben verschillende kanalen voor klanten. Helemaal. Oh ja, nu pas weet ik wat mijn vraag zou zijn. Is de debitkaart? Kan je een debitkaart aanvragen voor SRD, een debitkaart aanvragen voor euro en een debitkaart aanvragen voor US dollar? Of is het één debitkaart voor één type currency? Nee, het is op dit moment één currency, SRD's. Je kunt wel met de Moppie-app kun je wel drie currencies ontvangen en betalen. SRD, US dollars en euro's. Dat kan met de Moppie-app wel. En dat is dan gewoon gekoppeld aan je telefoonnummer? Ja, precies. Oké. We hadden het over Hoppa.sr. Hoe gaat het verder met Hoppa.sr? Zijn er meer bedrijven bijgekomen aan die website? Ja, er komen bedrijven bij. Hè. We zien natuurlijk ook dat het zijn met name ook bedrijven die, waar mensen het prettig vinden, hè, om de spullen online te kopen. We zien ook, we hebben Fernandes Express zitten op Hoppa. Met name in de lockdownperiodes ging dat heel, heel goed, heel hard. En mensen wilden dan hun deur niet uit en kregen al hun boodschappen dus tot aan huis geleverd. We hebben, in Suriname hebben we nog wel echt een culture waar mensen het liefst uit huis gaan, naar de winkel gaan, is een uitje. Toch? Die afstanden zijn klein. Dus het is cultuur en het is natuurlijk nog de mindshift die men ook moet maken. Hè? Want we merkten ook echt een piek
en shoppen tijdens de lockdownperiode. Maar zodra men uit huis kan, dan, je ziet het ook op straat. File overal. Weet je, dus dan merk je ook wel dat die sales op hoppa droppen. Maar het is dus, ik denk dat we komen daar echt wel, weet je. Het besef dat het heel veel gemak biedt om online te shoppen en tot aan huis je spullen geleverd te krijgen. En dat ook nog een online payment te hebben, Mopé. Helemaal. Voor de mensen die, ik denk van, laten hopen dat dit een interessante, informatief ingesprek met is geworden. Wat zijn allemaal de stappen om die Mopé-app te downloaden? Of nee, voordat we dat gaan downloaden, want de bestaande Mopé-apps, die werkte niet om die debitcard aan te vragen. Dus laten we daar gaan. Mensen die nu de oude Mopé-app hebben, wat moeten ze nu doen om die upgrade te kunnen krijgen in hun app? Oké, je moet de app updaten. Als het goed is, heb je daar een bericht van gehad. Maar volgens mij staat niet bij iedereen dat aan, dat je een bericht krijgt dat je apps moet updaten wanneer er een update available is. Dus ze kunnen naar de Play Store of de App Store en ze kunnen dan de app updaten. Mm-hmm. Als ze problemen ervaren, hè, want dat kan natuurlijk, dat kan met digitale diensten en apps, dan kunnen ze de app oninstallen, gewoon verwijderen en opnieuw installeren, opnieuw downloaden. Want als je dat opnieuw downloadt, dan komt het... Dan krijg je automatisch die nieuwe Mopé-app. Okay, prima. Yes. En je zei heel wat mensen die toch nog die Mopé-app een beetje ingewikkeld vinden, omdat ze moeten daar elke keer inloggen. Is er geen shortcut misschien met facial recognition of fingerprint, om gewoon, zodra je dat aanmaakt, dat je niet elke keer telefoonnummer, wachtwoord, alles moet invoeren? Nee, dus dat hoef je echt niet elke keer in te voeren. Ik weet niet wat die mensen dan verkeerd hebben gedaan. Maar in principe logt de app zich vanzelf uit. Okay. En je kan dan met je 5-cijferige pincode die je hebt gekozen, en ja, kies eentje die je makkelijk kan onthouden, kun je inloggen. That's it. En je kan natuurlijk die app zelf ook uitloggen. Hè. Je logt hem hard uit. Ja, dan moet je wel elke keer met je facial scan erin. Uh-huh. Maar de app is veilig genoeg. Hij logt zichzelf al heel snel zelf uit. En je hoeft alleen maar dan met je pincode in de app. Uh-huh. En hoe zit het dan verder als je je telefoon kwijt bent? Want je hebt mensen, kijk, je zegt het. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij kans bijna alle Surinamers 2 smartphones hebben. Maar als je op die ene smartphone juist al je apps hebt en die is kwijtgeraakt of stuk. En als je alles opnieuw downloadt, moet je alles weer herhalen? Ja, je moet natuurlijk, omdat je dan op een... Een ander device? Nee. Want als je hetzelfde nummer opvraagt, uh-huh, toch, en dat, je kan gewoon die simkaart opvragen, je hebt hetzelfde nummer. Dan moet je die app weer downloaden, maar hij herkent je. Omdat je natuurlijk op dat nummer alle Mopé-app hebt. Het interessante is, hè, als je je portemonnee kwijt bent, dat is la simoni. Klopt. Toch? Maar als je je telefoon kwijt bent, heb je al het geld dat je in je app had, heb je er nog steeds in zitten. Ook als je telefoon kapot gaat. Want je kunt op een andere device kun je die app opnieuw installeren en je komt terug bij je wallet. En je kunt een nieuwe simkaart aanvragen en je komt ook terug bij je wallet als je die app opnieuw installeert. Okay, dus het is toch nog handig en toch het belangrijkste, heel safe. Very safe. Very safe, very secure. Helemaal. Yes. Mevrouw Keizer, het is super interessant geworden, want ik had ook zoveel vragen. Ik dacht, ik ga niet bellen naar de haker, maar ik ga iemand uitnodigen om alles uit te leggen. Want ik ben er zeker van dat niet ik alleen met al die vragen zat. Maar heel hartelijk dank voor uw komst naar de studio. Het was super informatief. Ik mag het niet joken, het was super informatief. En laten we hopen dat de app maar blijft groeien. Thank you, mevrouw Goudland. En we zijn ook echt blij met deze opportunity. En ja, de app zal blijven groeien. I'll keep you posted. En de kijkers ook, bedankt voor het kijken. Helemaal, thank you. Ja, kijkers, u heeft het gehoord. Het is een app die zich blijft innoveren, zei mevrouw Keizer. Ze gaan blijven upgraden om het
de veiligste app te maken in Suriname en ook de gemakkelijkste betaaldienst. En met deze informatie zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. Mocht u deze aflevering hebben gemist, geen nood, de herhaling is vanavond op 12.2 en het is ook gelijk live op Facebook. Tot de volgende week met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Tot dan.